DK Music Number 1. Met een mooie glitch voor jullie samen met DJ Breene. Hij is al op locatie binnen. Je ziet hem ook heel de tijd omdat het niet echt bij het spel hoort. Daarvoor hebben we een tank nodig. En die locatie waar je in moet is hier. Zet de tank zo dicht mogelijk bij de raam hier neer. Dit kun je een paar keer. Een paar keer moet proberen. Even kijken of ik een paar klap kan uitdelen. Goed zo. Dan loop je als het ware hier doorheen. En je zit zo, huppakee, in de glitch. Je kunt hier niet omhoog, wel hier doorheen. Dus dit is, ziet er echt funky uit, man. Kijken of dat ik first person. En ik flikker weer naar beneden. Het is een leuke glitch om te proberen. Kan een paar keer, moet je erover doen waarschijnlijk om erin te komen. Mij is het wel in één keer gelukt. Door erin te spawnen. En hopelijk is het voor jullie ook wat. Laat wat weten als je iets in de comment hebt. En dan schiet mij eens door op buurman. En dan... hoor ik het vanzelf. Voor opmerkingen of wat dan ook. Zet het eronder. Vind je het leuk? Like. En wij gaan weer op zoek naar de volgende glitch of wallbridge. Wat leuk is in ieder geval voor jullie. DK Music Number 1. Glitch special. Vandaag laat ik jullie weer een tankwagen zien. Waarbij de glitch uitgevoerd kan worden. De locatie die is hier. Het is een beetje lastig om erin te komen. Maar we gaan het gewoon proberen. Je moet de tankwagen net op de locatie zetten zoals ik ook heb neergezet. Dan kun je hier doorheen vallen. Dan moet je een keertje slaan. Rennen. Eigenlijk moet ik dan... Ja. Zo. En ik zit in de glitch hier. Er is niet genoeg. Loop je die kant op. Ben je ga je naar beneden toe. Die kant op ga je ook naar beneden. Het enige waar je eigenlijk kan lopen is hier zo. Je kunt hier ook niks raken. Dus dat is dan ook wel weer niet echt. Maar goed. Ik zou glitches die ik vind, en deze heb ik dan zelf gevonden, zou ik met jullie delen. Dus dat heb ik gedaan. Wat wel inderdaad is, is dat het een beetje lastig is met die tank. Juiste positie, dat het de juiste ding zit. Het is wel heel leuk, want je kunt je vrienden versteld laten staan. Je kunt bijvoorbeeld... Oh, nou sta ik weer buiten. Nou, ik laat het nog één keer zien. Als hij nou een keertje opstaat, zo'n kudding. Wat een kutzooi is dit. Oké. Ik zal nog even één keer laten zien. Rennen. Met bijna. Ja. Het is hartstikke leuk. Voor vrienden. Die hier buiten staan. Oh, wacht even. Voor bijvoorbeeld vrienden die hier buiten staan. Dat je een keertje zegt. Salon. Weet je, dat je een keertje saluut. Het is leuk. Het is een glitch. En hoe je eruit komt, dat had je net al gezien. Je komt er zo uit. Ik ga weer op zoek naar meer. En stem, of ja, like, geef opmerkingen.
Maar is het ook niet echt de eerste keer gelukt. Het is even proberen, een keer slaan en dan hard gaan lopen. En dan komt het vanzelf alweer goed. Dan ga ik weer op naar de volgende. Dekka Music number one. Oh ja, fans. We zijn er weer. Nieuwe glitch gevonden voor jullie. Die bevindt zich op deze locatie. Ik zal jullie laten zien waar dat is. Hij zit precies daar zo. Je moet naar die locatie gaan. Wat we gaan doen is, wij lopen naar deze muur. Wij gaan staan. Je richt en je zit hieronder. Nou, kun je hier alles schieten en als je hier boven een gang attack hebt, kun je die ook nog schieten. Er is niet zo heel veel. Ik zal eens even iets dichterbij gaan staan. Er is alleen niet zoveel. Je hebt niet zoveel, heel veel ruimte, wat ik gelezen heb. Maar hier kun je wel mooi gang attacks doen. Ja, weet je, like it, deel het als jullie het wat vinden. En natuurlijk horen we ook van jullie graag wat jullie er zelf ook van vinden en hoe jullie het ervaren. Dus zet bij opmerkingen neer hoe jij het ervaart, zeg maar. En dan ga ik weer gewoon op naar de volgende glitch. En zo ben je er ook weer uit. Hopelijk hebben jullie er wat aan. En ik ga weer op naar de volgende. Hallo DKMC-volgers, met weer voor jullie een fantastische glitch. En daar ga ik jullie mooi iets meer over vertellen. Maar eerst wil ik ook eerst even zeggen, jongens, zet even wat neer in die opmerkingen. Wat vinden jullie van? Wat zijn jullie ervaringen ermee? Vertel het ons, want wij willen het heel graag weten. Als er ook iets verbeterd moet worden, willen we dat ook graag weten. Want dan kunnen we eraan werken. Dus jongens, alsjeblieft, als dat is, wat dan ook, zeg het. Wat zijn jullie bevindingen? Kan er iets verbeterd worden? Verbeterpunten? Zet het er neer. En we gaan het opnemen en zorgen dat het in ieder geval verbeterd wordt. Voor deze glitch staan wij op een helikoptervleugel. Op deze locatie hier, op een gebouw, vlak bij mijn huis. En wij staan op een helikopter omdat je een helikopter mee naar boven moet nemen, want je moet op deze locatie bovenop zijn. Dan ga je naar die toren die hier staat. Daar gaan we heen. Hoppa. Woppa. En wat we eigenlijk gaan doen, is wij gaan hierop staan, pakken een wapen, dat je precies een beetje, en dan ga je hier tussenin staan. Kijk, en eigenlijk sta je al hier in de glitch. Fantastisch. Hé, hier gaat de lift naar beneden. En hier gaat een lift omhoog. Ik ga eens even kijken wat ik nog meer hier kan doen. Ik weet dat ik hier naar beneden kan. Hoppa, suicide. Oké, dat ging niet helemaal goed. Maakt niet uit, het is een glitch. Ik heb hem voor jullie opgezocht. En like it als je het wel vindt. Ja, we horen graag van jullie. Hallo DKMC-volgers. Hier een glitch voor jullie. Hier al een speciaal kenteken DKMC, de crew. De crew logo. Voordat ik deze glitch, jongens, laat een like weten als jullie wat vinden. Ja, weet je, hebben jullie vragen of willen jullie iets weten? Zet het in de opmerkingen. Ik probeer zoveel mogelijk antwoord te geven en kom het vanzelf goed.
De glitch, die zit op deze locatie. Op de snelweg. En heel veel mensen kennen hem al. En heel veel mensen kennen deze locatie al. Is gewoon hier naar binnen rijden. Nou, wat wij gewoon gaan doen is gewoon, hoppa, naar binnen. Zorg dat mijn auto niet ontploft. Leuke onderkant. Beetje allemaal van plastic. En wat we dan gaan doen is, gaan we deze kant op. En ja, nou kan ik kijken wat hij gaat doen. Ik ben in mijn eentje, dus eens even kijken waar ik heen kom, want ik weet zelf ook niet. En dan rijd je als het ware dwars door die muur heen. Niet te snel, maar je rijdt dwars door die muur heen. En je gaat als het ware naar beneden. En je staat in de garage. Daar ben je dus eigenlijk ingekomen. Vanuit hier kun je alle kanten op. Ja, niet echt alle kanten. Je kunt zoals deze. Nou, je ziet hier al achter de muur. Het is eigenlijk net zozelfde als wat de eerste paar filmpjes waren. Alleen deze zijn dan verbeterd. Deze kun je dan iets makkelijker zonder dat je eerst al die pushpas moet hebben. Pak je deze eigenlijk als het ware eigenlijk. Hoe is? Zo. Gewoon via die weg die ik pakte. En dan kun je deze kant op. Zo. Je kunt een mooie onderkant zien. Je ziet al dat hier de onderkant is. Normaal gesproken zou je dus via die kant er ook in kunnen komen. Is ook makkelijk, dat staat ook in eerdere filmpjes uitgelegd. Maar ook deze is weer een glitch, maar dan ja, door dus de muur heen kom je dus hier uit met je auto. Dus sta je eigenlijk met je auto hier binnen. Kun je een car meeting houden of wat dan ook, als je met z'n allen bent. Het is wel een speciale plek, dus ja, dat zou best wel leuk zijn voor car meetings. Ja, verder, ja, weet je, ik denk als ik hier naar beneden spring, ben ik dood. Dat gebeurt vaker. Wel vanuit hier kun je wel, hoop ik, ik zal even kijken. Je kunt niet op auto's schieten, maar je kunt hier wel een fantastische car meeting houden. Dus, ja, je kunt hier gewoon lopend naar binnen via die deur, wat ik al in eerdere glitch heb gedaan. Maar je kunt hier gewoon met de auto ook komen. En dan heb je eigenlijk een secret location voor een auto meeting. Hoe mooi is dat? Hey. Hoe leuk is dat? Een car meeting. Hier in de. Als ik zie waar mijn auto is. Kijk. Hoe cool is dat? Om hier gewoon zoiets te hebben van. Hé hey jongens, we gaan hier een car meeting houden. Foto's maken. Hoe leuk is dat? Nou ja, om hier waarschijnlijk ook weer uit te kunnen komen, moet je dus schijnbaar je eigen vermoorden of een missie starten. Maar ik ga hier daar gewoon in. En even kijken, ja, het is alleen jammer, want je kunt niet met je auto eruit. Dus dat was wel weer jammer. Maar je kunt wel zoiets hebben van, we gaan springen. Hoppa. En je commit suicide of je neemt een pilletje of. Nou. In ieder geval, als je het wat vindt, like it, deel het. Probeer ook zoveel mogelijk vrienden hiervan op de hoogte die een PlayStation 4 hebben. Dat je die ook aanstuurt om DKMC te volgen. Ik ga steeds meer op zoek naar glitches voor jullie. En ja, dan ga ik gewoon weer op zoek naar een nieuwe voor jullie speciaal. En dan. Kijken of dat ik nog wat hier te vinden valt.